En zoals je kunt zien hebben we weer wat meer geld, want ik ga even stappen naar de juiste trekker. Deze. Gerst is in de aanbieding. En we hebben twee mannen, die heb ik voor me rijden. Die zijn al klaar zo te zien. Oh nee. Ja, we rijden nu net weg. Ja, nou, ik ben ook onderweg. Maar we hadden 560.000 liter gerst of zo. En ik weet niet eens wat de prijs is. Ik zal zo eens gaan spieken. Daar, hoe zit dat? De prijs is 12,82. Nou, dat is netjes. Nog 24 uur duurt dit. Nice. Daar hebben we natuurlijk Dennis. Oh, dat geld wat we hebben geleend voor de keepers. Ja, doe dat maar heb terug. Heb ik even terugbetaald. Ja, dat heb je er al wel uit. Ja. Dat is één vraagje voor mij. En mij erbij. Hoi. Hallo. Ik zal de zwaailamp even aan doen, want ik rijd niet over de weg. Oh, driften. Oké, okay, Dennis heeft swag. Ja man, ik ben swagboy. Oké, okay, nou deze heeft het ook heel erg zwaar. Ik denk, ik heb 190 pk en ik trek 40.000 liter. Gert-Jan die heeft 160 pk en die trekt 32.000 liter. Wie heeft het dan het zwaarst? Wacht even. Ik heb er ook het minst achter hangen. Ja. Niet zeuren, ik heb 263 pk en ik trek 47.000 liter. Ja, en jij hebt jij hebt het meeste pk en in... Na al die vrachten kunnen we wel gewoon een hakselaar kopen. Ja, hopelijk wel. Ik denk het wel. Ik denk als misschien dat zo zou zijn, zou het echt heel mooi zijn. Ja. Ik denk al wel van die mooie wagentjes erbij. Want dat ziet er iets beter uit als een keeper. Ik weet niet of je het met me eens bent, maar... Jij bedoelt Bergman-karretjes. Jawoel. Die zijn wel lekker duur. Ja, ze zijn wel lekker duur, maar het ziet er wel realistischer uit. Tenminste, bij ons in het mooie Twente rijdt iedereen met een veenhuis. Een veenhuis? Ja, wij hebben ook twee veenhuisdumpers achter staan. Nee, geen dumpers. Salagewagens. Oh. Wij hebben echt dumpers van 11 kuub. Ook niet zo heel groot, maar... Bij ons rijden ze met van die veenhuizen rapids. Nou, van 57 assers. Naar... Maar dat zijn wel hele grote. Wij hebben gewoon 11 kuub tweeassers. Maar dat is gewoon echt puur voor grondwerk, dus daar heb je ook niet zulke hele grote voor nodig in Assen. Nee, zo groot is Assen ook niet. Assen is ook helemaal niet belangrijk, ja, dus... Vooral eerst van die T-out en zo. Mijn bakje levert 51.000 euro op. Nou komt er straks een grotere bak aan. Ja, maar jij hebt maar een kleine 7.000 liter meer bij je. Nou en? Ja. Ik voel me zwaar benadeeld. Ik neem er 32.000 mee. Je bent niet belangrijk. Jij hoeft tenminste niet zulk zwaar werk te doen, joh. Hé, hey, daar gaat een mooie zee. Nou, trekken wel. Hallo. Daar hebben we er nog één. Even toeteren. Piep, 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 piep. Of zo. Ik weet niet, is dit wel de juiste knop? Wauw. Meen je die? Ja. Oké. Okay. Jammer weer. U gaat niet door voor de magnetron. Oh, ik had zo graag de koelkast gehad. Ik had zo graag de magnetron. Oh, ik had liever de koelkast. Ja, ik ook, want dan kijk ik mijn biercoach. En... Ja, dat wou ik net zeggen. Prioriteiten stellen, nee, even. Nou, nou komt het. Komt een beetje geld bij. Ik heb hem gewoon op cruise control staan en ik zit gewoon een beetje op mijn telefoon te kijken, want dit duurt nog wel even. Slecht voorbeeld. Ja, je bent er bijna, ik wil niet heel lullen doen. Ja, ik kijk wel af en toe, even op Insta kijken. Insta is gevaarlijk niet hoor. Oh, we hebben pas 200.000 liter weggereden. Jee, nog iemand vindt mijn tekst leuk. En Gert-Jan, loopt de server een beetje lekker bij jou? Jij bent de enige met echt snel internet volgens mij. Ja, ik ben de enige met kut internet. Nee, als ik op de boerderij weer ben, dan heb ik ook kut internet. Hij draait hem echt super snel. Nou, ik gedacht. Jari, ja. Op Stappenbach draaiden we toen al op de nieuwe server? Nee.
Misschien kwamen daar mijn legs vandaan. Dat zou best wel goed kunnen. Ja, maar ik speel nou weer op low. Ik draai nou 60 tot 70 fps. Oké. Okay. Ja. Dat zijn dan wel goed voor je ogen, maar alcohol verdubbelt je zicht. Ja. Iedereen die heeft 2-wiel aandrijving, maar na een paar biertjes, dan heb ik dikke quattro. Ja, ik ben op een dieet. Ik ben al 6 weken kwijt. Ik heb een monster naast me, onze puppy die is binnengekomen. Oh, gevaarlijk. Hij heet monster. Nee. Nou. Nee, hij heet Bora. De eerste 2 ton hebben we. Nou, de rest nog van de... Hoe duur is dat kring eigenlijk? Zitten. 4 kilometer per uur. Goed zo. Hey, nog een paar vraagjes en dan hebben we die 4 ton echt wel, hè? Oh, mooi. 4,15 kost die. Ik heb je neus. Ik heb je neus, hond. Ben je gemeen voor je hond? Je had zo die neus van deze. Dierenbul. Luid. Hey, ga eens een keer rijden of zo. Wij staan hard aan het werk en jij zit een beetje met je hond te spelen. Luid. Oké, joh. Moet die hond niet slapen? Het is bijna 10:30. Shit, ik moet zelf ook slapen. Luid. Luid. Ga naar het blaffen, hond. Luid. Luid. Je probeert... Ja. Zometeen dan stap ik even deze trekken. Dan ga ik naar de familie. En dan vannacht maak ik die grote tafel even af. Ik hoorde een blaffen ergens op de achtergrond, ja. Ja, Gert-Jan, dat is een puppy. Ja, is goed, Dennis. Ja, dan anders is het ook niet zo leuk voor me op en honger. Ja. Goed zo. En dus ik cruise control deze nog even af. Is goed. Niet doen, hè. En dan blijf ik wel gewoon in de server, maar... Oh, ik ga slapen, hoor. Nee, dat is niet eetbaar. Dat is mijn vest. Als je hem even opslaat, dan... Ja. Kunnen jullie ook, trouwens. Ja, daarom. Dat doe ik straks ook wel. Ga jij stoppen, Jari? Nu nog niet. Oh, nee. Ik ben zo even weg. Ik weet niet of jullie er nog zijn of als ik terugkom. Ik verwacht het niet. Ik ga nog aan de kersenlikeur, dus ik denk dat het maar beter is als jullie er vanavond niet zijn. Nee, dan beter dat jij er ook niet bent misschien. Ik rijd door op de Duits. Nee, ik rijd alleen alle gerst weg. Ik ga er lang over doen, maar het gaat me lukken. Dus morgenochtend dan kom ik hier en dan heb je net nog niet de hakselaar besteld, zeg maar. Misschien ook al wel, staat hij al netjes in de schuur. Nou ja, netjes. Denkt hij dat hij netjes heeft neergezet? Een klootzak, hè? Jongen. En dan zet ik hem wel even netjes neer. Ja, morgen kan ik het toch niet doen. Vanmorgen ben ik toch aan het werk. Ja, ik ook. Ik ben dan de hele week op de boerderij. Nu, daar hebben we een grotere Deutsch. Een grotere Deutsch. Deutsch. Ik moet een bankje en een dingetje van mijn buurvrouw schilderen. Oh, interessant. Leuk. Ze is oud, Jari. Ze is oud. Oké, nou nog steeds leuk dat je een bankje mag schilderen dan. Nee, ik word dus ook niet betaald in natura. Hé, Jari, neem deze maar mee. Die Deutsch? Jawohl. Yes, ik mag op de Deutsch. Ja, ik geef je de permissie om mijn mooie trekker vies te maken. Je noemt het jouw mooie trekker, wie heeft hem betaald? Jij, ja. Wie heeft hem gekocht? Jij, geloof ik. Ja, ik hem. Met mijn geld. Ja, nooit. Hey, later. Ja, ook tot ziens. Nou, mooi trekkertje, hoor. Weet ik. Mooie mensen, mooie trekkers. Nee, lelijke mensen, mooie trekkers. Dus, ja. Nou, wij gaan hier overnacht nog wel even een poosje door. Dus voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.